zeeuwknijper, grootgrutter, minkukel. Een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Geld speelt geen rol. Kommer en kwel. Verzin een list. Marten Toonder heeft de Nederlandse taal verrijkt met tal van nieuwe woorden en uitdrukkingen. Zoals na hem dat Kees van Kooten en Wim de Bie hebben gedaan. Verzin een list is natuurlijk verbonden met Tom Poes. Tom Poes die ouder is dan Olivier Bommel. Het eerste verhaal over Tom Poes verschijnt op 16 maart 1941. In het derde avontuur pas figureert Bommel. En Olivier Bommel die groeit uit tot de belangrijkste karikatuur, belangrijkste figuur van Marten Toonder. De verhalen verschenen oorspronkelijk als feuilleton in een groot aantal kranten. En later werden ze samengebracht in afleveringen van de literaire reuzenpocket, waarvan er 43 in getal verschenen. Toonder was tekenaar en schrijver. Maar wij eren hem natuurlijk vooral om die laatste kwaliteit als schrijver. Want dat zijn werk literaire kwaliteiten heeft, is onmiskenbaar. En dat werd in 1954 al erkend door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, waar hij lid van werd. Jan Wolkers was een groot bewonderaar van Marten Toonder. Het is zelfs zo dat Wolkers de PC Hoofdprijs weigerde omdat hij vond dat Marten Toonder hem eerder had moeten krijgen. We staan hier in Ierland, in Greystones, om hem te eren omdat Marten Toonder een groot deel van zijn leven daar heeft doorgebracht. Gefascineerd als hij was door de Ierse natuur en de volksverhalen die hier rondgaan. Voor de schrijver, tekenaar Marten Toonder een plaats in het Pantheon en een witte roos. Ik moet een zwelbast vangen, legde heer Olly bekommerd uit. Familie van de blaasdraken, die groeien als ze kwaad zijn. Woeste rovers, ze kennen wet nog geloof. Dat klinkt niet zo prettig, zei de trouwe knecht bezorgd. Het is toch niets voor iemand van onze stand om zich met een dergelijke ongure figuur in te laten. Als ik me zo mag uitdrukken.